Goedemorgen, of nou ja, morgenmiddag. Het is vandaag dinsdag. Als jullie denken, wat is die jas groot? Ik heb dus Joost zijn Daily Paper jas aan. Als hij dit zal zien, krijgt hij vast weer een aanval. Omdat ik de laatste tijd al zijn kleding jat eigenlijk. Tenminste zijn truien, t-shirt, dat soort dingen. Hij wordt er helemaal ziek van. Maar ja, hij is er nu toch niet. Dus ik hoop dat hij deze vlog niet kijkt. Maar goed, ik ga nergens. De jas is wel echt heel groot, maar ik heb het ook heel koud. En ik ga toch alleen naar Max. Want ik ben dus al een tijdje bezig om mijn edit skills een beetje te om die zwaar te verbeteren. Ook bezig met de nieuwe intro en de nieuwe banner, dus dat wordt ook allemaal veranderd. Maar het is dus nu middag en ik ga dus de, of tenminste begin van de middag, ik ga dus de hele middag ga ik daar dus aan werken. En dan zien jullie mij zo weer. Max heeft dus die space. And I like it. I love it. Ik krijg trouwens best wel veel vragen waar mijn skin van is, besef ik me nu. En die van mij is van AliExpress en echt al, denk ik, een jaar geleden. Dus ik heb geen link of iets meer. Maar ik ben dus nu op zoek naar een nieuwe, want ik ben het een beetje zat. Ben je er klaar voor, jongen? Gaan we eten? Heb je honger? Wij gaan even eten bij... hoe heet het ook alweer, man? Kijk, echt zo gretig. Ik heb net de achterkant aangeraakt. Laat ik nu schoonmaken. Echt, ja, oh. Met rust. Je knalde hem net wel lekker tegen die van mij aan. Ja, dan was die ook vies geworden dan. Maar wij gaan dus even eten bij een pizzeriatje hier. Echt zo misselijk. Is toch zo? En het nare is dus wel dat ik er dus niet had op had gerekend dat de bewoonde wereld mij zou zien. Wat ik ook net tegen jullie zei, dat ik dus Joost zijn jas aan heb, maar dat het dus niet uitziet. Maar ja, hè, het is maar Oost. Het is maar de Hessenplaats. Ik hoop dat ik niemand tegenkom. Oké, wij gaan even wat eten. Wij zitten dus in het restaurant bij de Hessenplaats. En we zijn letterlijk de enige. Er is echt niemand. Maar veel mensen bestellen hier toch wel gewoon pizza. Mm-hmm. Niemand komt gewoon uit eten hier. Nou ja, romantische avondje met een kaarsje. Vraag je je nooit af, Max, wat mensen denken wat wij van elkaar zijn? Nee. Als mensen ons samen zien binnenlopen, wat denken ze dan? Ja. Niet dat jij mijn broertje bent. Denk ik niet, ik weet het niet. Misschien denken ze wel dat we op een date zijn. Dat is wel een hele zielige date. Hoi mensjes. Zoals jullie zien is mijn haar heel erg ontploft. Oh, het is 3:15. En ik ben dus al sinds de ochtend aan het wachten op een pakketje. Zo irritant. Bij PostNL zie je nog wel enigszins een tijdschema van wanneer je het kan verwachten. Maar bij DHL niet. Dus mijn hele dag, het is gewoon... Oh, dit is zo irritant. Je hoopt al dat het vroeg komt. Maar ik heb het ook echt nodig om morgenochtend een video op te nemen. Dus ik kan ook niet denken van nou, ik haal het gewoon op. Mijn haar is de laatste tijd zo ontzettend onhandelbaar. Ik word er echt niet goed van. En dat komt gewoon omdat het zeg maar zo gezond is. Dat er veel meer kroes in zit. Dus alles wat aan de onderkant, dat is natuurlijk een beetje geblondeerd. En dan is dat kroesige een beetje uit. Nog niet helemaal natuurlijk, maar wel een stuk minder. Maar zeg maar al het nieuwe haar gaat zoveel sneller in de klit. En ik moet dus eigenlijk 2 producten gebruiken voor de onderkant en dan voor de bovenkant. Dus het is echt heel frustrerend. Maar ik heb dus wat besloten om toch weer blond te gaan. Ik kon het niet aan. Nee, ik heb... Weet je, ik ben gewoon niet mezelf. Ik ben eigenlijk wel mezelf, want dit is mijn haarkleur. Maar ik voel me gewoon niet mezelf. Ik heb het echt aangekeken en mijn best gedaan om...
om mezelf daaraan te wennen en zo. Maar ik word er gewoon echt niet vrolijk van. Ik heb een afspraak gemaakt voor midden december om dus mijn haar weer lichter te maken. En dan, ik had altijd highlights, dus ik ga niet in één keer heel mijn haar verven. Maar gewoon, het zal in stappen gaan, zeg maar. Maar ik wil echt gewoon mijn blonde haar terug. Ik voelde mezelf zoveel mooier. Mooie mensen. Zo, het is hier lekker donker. We zijn in de auto nu. En ik heb het zo koud. En ik heb echt zomaar deze sjaal om. Maar ik heb een jas aan die te koud is eigenlijk. Mijn pakketje was dus nog net op tijd. Dus ik ga nu uit huis. Want we hebben gereserveerd. Dus ik moet wel echt op tijd zijn. En Do is aan het werk. Dus ik ga nu daar naartoe. Nee, je kan niet aanschuiven. Maar voor mij is dit perfect. Maar jij bent wat kleiner. Cause we don't know better. And I thought we'd be different. Yeah, we were onto some good shit. We keep dancing with the devil, but he doesn't know. Je hebt dus hierboven een, wat is het? Afzuigkap. Maar Do, pak jij hem even dan? Kan je er gewoon aan trekken, denk ik? Nee, maar is zo strak hoor. Denk je dat je er gewoon aan kan trekken? Doe eens. Oh ja. Nou, oh. Het is gezellig ook, hè? Ja, hij doet. Want je ziet jezelf echt niet. Oh, shit. Wat doet hij? Ja. Ben je onder de indruk? Ja. Oh, eerlijk, ben je onder de indruk? Hoi mensjes, het is inmiddels de volgende dag en Joost en Celine die landen nu. Ik ben weer letterlijk echt. Ik weet dat jullie af en toe gewend zijn om aan zijn zwerver te zien, maar erger als dit gaat hem toch niet worden. Joost zei tegen mij dat ze om 2:30 aankwamen. Toen vroeg ik gisteren zijn vluchtnummer. Dus toen dacht ik, ik kijk even om 11:00 hoe laat ze dan aankwamen. Nou, en je raadt het alweer. Ze komen dus aan en de vlucht is eerder. En Joost heeft niet goed tegen mij verteld hoe laat ze aankwamen. Oh my god, oké. Ze komen over letterlijk 4 minuten aan. Ja, ik ben echt zo verdrietig, intens verdrietig hiervan. Ik moet ook tanken. Laat me kijken hoeveel ik kan tanken nog. Dit is zo handig bij die Citroën. Dan zie je precies. Oké, ik kan nog 135 kilometer rijden. Dus dan kan ik wel makkelijk naar Schiphol. Dan kan ik daarna tanken. Maar echt, dit is weer typisch Joost. Ze komen dus nu aan en ik ga nu weg. Ik hoop dat die... Dat ze gewoon heel erg lang doen met de koffers en zo. Daarom ben ik ook zo uit huis gegaan. Heftig. En ik wil zo graag voor Celine een ballon kopen. En ik wil zo graag haar zien. Als ze zeg maar uit de vlucht komt. Dus ik ga nu snel daar naartoe rijden. En dan hoop ik gewoon dat ik nog op tijd ben. Dat de koffers heel lang duren of zo. Ik hoop het echt. Nou, ik ga nu snel rijden. Ik zeg, hallo mijn kindje. Ik wil niet dat je gaat. Love you, poepie. Ik wil niet dat je kan niet zijn. Gelijk, pas laat. Yes! Kom, ga zitten, schat. Yes. Ga zitten. Yes. Kus. Kus. Mwah. Toetie, je bent terug. Wat doet hij? Hij zet het gewoon daar. Mijn kind is terug. Heb je me gemist? Ja. Hè? Ja. Hoeveel? Zoveel dat je er niet overheen kan. Je bent niet heel erg bruin eigenlijk. Kijk. Nee. En jij Joost? Ben jij bruin geworden? Huh? De meid is terug. Het mens is terug. Wij gaan even naar de Bas toe. Ja. Even wat boodschapjes halen. Want ze zijn natuurlijk zo laat teruggekomen. Zo vroeg. En ik wou het eigenlijk doen. Maar ik heb geen tijd meer voor.
Vertel even hoe je vakantie was, Celine. Dat was heel leuk. Eerst ben ik naar Capverdi gegaan en dat was best wel heel veel vliegen. Ik moest 7 keer vliegen. Oh ja, je moest 2 keer overstappen, hè? Ja. En ik heb mijn nichtjes gezien. Allemaal familie ontmoet. Het was heel warm. Eerst dacht ik nog, nou, het valt denk ik nog wel mee. Nou, ik zweet en ik zweet en ik zweet en ik zweet en ik zweet, 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 zweet. Dus het was echt zweet. Ja. En even boodschappen doen later. Roep!